Donalds agressie komt voort uit de angst dat de wereld erop uit is om hem te kwellen. En dat niemand hem begrijpt, in de letterlijke zin. Zijn neiging om zich heen te slaan was niet in bedwang te houden tot jullie drieën verschenen. Hij wilde de allerbeste ouder worden die er maar bestond. Zo veranderde hij die woede in een beschermingsinstinct. Hij ontploft alleen nog wanneer hij zijn familie wil beschermen. Hij houdt zoveel van jullie dat alleen al de gedachte dat jullie iets ergs overkomt hem blind maakt van woede. Van twee werelden.